Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 50. Ken jij... Wat? Wat zei je dan? K9 units. In deze serie moet ik natuurlijk 50 K9 units halen in een zo kort mogelijke tijd. En de tussenstand op dit moment is natuurlijk 7. Dus we gaan proberen om weer in deze aflevering zoveel mogelijk K9 units te halen. En dan vind ik het goed als we er 2 à 3 halen, dan is het mooi. Als we er 1 halen, is het eigenlijk ook mooi. Alleen we kunnen natuurlijk wel wat beter doen, hè. Dus ik zeg teammates, let's go. Ik zeg enemies, let's niet go, want jullie moeten namelijk slecht gaan. Als je deze serie leuk vindt, mensen, dan natuurlijk sowieso ook kaart op de like, want dat helpt mij enorm. Bedankt voor alle support, dat sowieso natuurlijk. En dan gooien we hier een granaatje overheen. Dankjewel, want dan heb ik meteen een kill. Thank you. Teammates, het lekker op te letten, manieus. Was grapje. Mooie final stand, ik dildo. Moeten we nu snel doorrennen voordat er enemies komen. Go. Hier bovenop gaan staan, dan kan je ze even opwachten. Op die manier dus, dankjewel. Zo wacht je enemies op, jongens. Oké, ze zitten allemaal hier in het gebouwtje voor me. Ze zitten daar namelijk. Ik ga er niet in rennen, want dan ga ik dood. Ik ga ze opwachten, want het zijn namelijk niet 1. Het zijn er niet 2, het zijn er niet 3, maar het zijn er te veel. Te veel voor mij om te killen, dus ik wil ze eigenlijk even opwachten, maar dan sta ik weer te campen. Nou, weet je, fuck it, ik ga zo nog wachten. Wajow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 
Team, het zullen gewoon doorlopen. Oh, je zet de Claymore neer daar. Ja, dat kan ook. En dan rent hij nu de andere kant op. Ja, dat dacht ik al. Dat doen ze altijd, man. Die mensen. Zo de knetter, team. Ik weet niet waar je mee bezig was, maar dat was niet zo heel erg slim van je. Zo. Jongens, Lucky Jan is weer terug. Zag je hem? Lucky Jan was weer terug. Dankjewel. Oké, dit is kut, dit is kut, dit is kut. Want ik moet in één keer doorrennen voordat ik dood ga. Oké, we zijn er doorheen. Liggen ze daar niet te campen. Komt er wel één hier doorheen. En heb ik als het goed is nu mijn hondjes. Ja. Oké, ik heb weer hondjes, jongens. Dat was mijn bedoeling. Dan kan ik nu weer dood. Want jij mag me wel killen eigenlijk. Kill me maar. Oh, oké. Never mind. Maar hier ben ik. Hier, kill me. Oké, thanks. Weer een K9 unit erbij, jongens. Oftewel een doc-sekje wat inhoudt dat de counter weer eentje omhoog gaat. Gaat lekker zo. Zo willen wij het zien, man. Hoe meer van die dingen we halen, hoe beter het is natuurlijk. Dus let's go. Er is weer één bij. We hebben geen Blackbird meer, want die heb ik natuurlijk al ingeroepen. Anders waren we daar waarschijnlijk dood gegaan, als ik hem niet had ingeroepen. Dus dat is de reden. En dan moeten we nu natuurlijk nog proberen. Wauw. Wauw, die had ik niet verwacht. En dan moeten we nu natuurlijk proberen om nog een K9 unit te halen, man. Mooie quickscope, kan ik niks op zeggen. Mooie, niks aan de hand. Maar je krijgt wel een nieuwe granaat op je tetter. Boom. Ah, oh, mis. Kut. Er liep hier nog een. Ik weet niet waar hij naartoe is gegaan, man. Er liep hier nog iemand. Ik heb het gevoel dat hij naar boven is gegaan. Ik weet het niet zeker, hoor. Dat is een gok. Ja. Dank u. Helemaal gok die werkte, jongens. Maar nu gaan ze waarschijnlijk achter me spannen. Ja, zie je wel. Fucking dikke mogol. Kut, man. Ik wist dat ze hier zouden gaan spannen. Maar ja, dan ben je net weer te laat, man. Dat is zo scheid altijd. Waar ligt hier die vlag te pakken? Oh, is die al dood, jongen? Oh, final stand. Dat is niet de bedoeling, vriend. Je gebruikt één enemy. Dus dat heet het dezelfde naam. Final stand. Of last stand, hoe wil je het noemen. En dat is echt de irritantste perk die je ook maar tegen kan komen. Want dan vallen ze erin. En dan kan je ze weer niet raken. Maar ik blijf hier heel veel staan. Ze zullen nog steeds hier bij me spannen, namelijk. Dus die UAV die moet het even voor me doen. Oh, kut. Ik moet hier even weg. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Nee, ik probeer het te benijven. Had me in één burst, man, die lucky bastard. Zo. Wauw, dat was niet de bedoeling. Die final stand, die lul, ja. Ze heet hetzelfde. Ik ben nu al zijn naam aan het onthouden. Want dan kan ik tenminste onthouden dat hij de hele tijd, maar ook echt de hele tijd in final stand valt. Het is niet één keer, het is niet twee keer, maar elke keer dat je hem tegenkomt. En dat is ook niet één of twee keer. Wauw, man. Oh, ze hebben heel veel hebben ghost, man, bij die enemies. Nee, hij loopt niet door. Die final stand, die final stand. Fucking hell. Zit de camp opeens, man, die enemies. Jij final stand. Ah, en dan krijg ik hem niet dood. Oh jawel, ik heb de kill wel. Hij viel in de final stand.
Hij kan natuurlijk doorschieten in Final Stand. En ja, wij hebben het niet, dus wij kunnen niet doorschieten. Wow, yo, gek. Ik wou net zeggen, die kill is voor mij. Ik weet niet waar jij mee bezig was, maar dat was niet zo handig. Ik weet ook niet waar jij mee bezig was, maar dat was ook niet zo handig. En toen waren we gejammed. Dat is kut. Uh-oh. Zullen ze me gezien? Ja, eentje hebben we gezien. Eentje hebben we gezien. Holy fucking ball shit. Ik roep mijn spijplein per ongeluk in, dat is mijn schuld. Woe! Ik ga bijna dood door mijn teammate. Zag je dat? Ik liep 6 kogels in, man. Ik heb heel leuk mijn UAV ingeroepen, maar ik heb er niks aan. Oké, roep dit ding maar in, want ik weet niet meer waar ze zijn. Zo. Ik kan hem ook bewaren natuurlijk, die SR-71, oftewel die Blackbird. Alleen, ik roep hem altijd meteen in als ik niet weet waar die enemies lopen. En dit was zo'n probleem. Want ik wist nu echt niet waar ze zaten namelijk allemaal. Oké, ik heb weer rondjes. Nice. Dockset nummer 2. Let's go. Dan kan ik weer dood, jongens. Hier ben ik. 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 Oké, dankjewel. Oké, let's go. Dockset nummer 2. Dan gaat de counter met 2 omhoog alweer. Nice. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij goed. Er staat de claimer naast hem. Zo gaat hij lekker. Dankjewel, teammate. Nice. Het is goed dat hij die kill pakt, want die is die claimer ook meteen kapot namelijk. En jij kijkt de verkeerde kant op, jongen. Dat is nou net niet zo handig. Het is goed, spannen ze daar. Ja, zie je wel. Kut, dan kan je niet doorheen schieten. Wat een onzin. Oh, je kan niet door dat fucking muur zijn schieten. Door dat rekkie, man. Nou, dan hebben we dat ook weer geleerd. Shitzooi. Oh, ik kon er door het rekje heen schieten, man. Welkom in een oude Call of Duty, jongens. Waar je soms nog nieuwe dingen ontdekt. Maar wat dingen zijn die niet zo heel erg chill zijn om te ontdekken. Wauw. Het meest kleine fucking kutrandje ever. Net weer het randje waar je niet doorheen kan schieten. Maar ja, maakt niet uit. Kan gebeuren, hè. Ik ga die vlag niet pakken, hoor. Is niet nodig, namelijk. Ligt hier een tactical insertion boven. Ah, 3 bursts is een reet, dat loopt gewoon door. Oh, lalalala. Soms snap ik er ook niks van, hoor. Ik denk soms dat mensen dood zijn, alleen dan lopen ze gewoon door. Terwijl ze echt al... Ja, Final Stand, vriend, leuk. Komt-ie. Doei. Alleen dan lopen ze gewoon door op een of andere rare manier. Dus ja, soms snap ik er ook geen zak van, maar... Dat zal wel een Call of Duty liggen! Shit, sorry. Jongens, A wordt gepakt naast jullie, hè? Oké, jullie hebben... Hop, hop, hop! Ze campen in ieder geval niet meer, alleen... Nu ren ik er te hard op af. Ga de man down, dat is achter ons. Via waar gaat hij? Via daar dus, ik zat hem al te zoeken man. Die vent had bijna zijn streak. Daarom kreeg ik die buskill natuurlijk ook. Denk nou echt dat een keer gaat werken erboven op die auto? Want het is al de derde keer of dat die erop ligt. Nice granaat, maat. Ja, kunnen we? Oké, we kunnen. Ik zat even te wachten hoor. Huh? Die stickies ontploffen altijd gewoon meteen op het juiste moment altijd. Hij ligt naar een tactical surgeon, jongens. Dat wou ik net zeggen, teammate. Snel, ontspannen in mijn rug. Waar de fuck is die naartoe gegaan? Zit ze naar beneden? Ah, hij zit er een beneden. Oh, die andere zit ook gewoon beneden. Wauw. Wauw, dat is speler 1 en speler 2, hè. Die zitten gewoon op hetzelfde scherm te gamen, hè. En dan zitten ze nog allebei te campen ook. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Alleen ik vind het nu nog grappig. Totdat ze me killen. Dan vind ik het niet meer grappig. En nu weet ik niet meer waar ze zijn. Shit. Pak jullie C. Zit er dan nog een enemy hier? Dat hoop ik niet voor jullie. Ik roep meteen mijn Blackboard in. Want ik weet nu... Ja, oké, ze zitten allemaal daar. Oké, chill. Dan kunnen we even gaan rennen, jongens. We hebben nog 8 punten te spelen. Dat is ongeveer op dit moment... Niet heel erg lang. Kut, dan moet ik er heel snel op afrennen. Nu willen wij nog een K9-unit halen. Nee, Dead Machine, wat een lul. Hij kreeg een hitmarker om hem, man, die sniper. En hij had nog eens Final Stand. En hij killde me terwijl hij in Final Stand viel. Dus ja, dat was 1 kill tekort voor de hondjes. Geen probleem, 2 hondjes sexjes gehaald. Ik vind het goed. 2 erbij, jongens. Dan gaat de counter naar de 9. Ja, naar de 9, ja. Ik moest even denken, man.
Nou, dat is wel nice hoor. 9 doksekjes, dat gaat snel. Als we gewoon steeds 2 doksekjes per aflevering halen, dan kunnen we hem voltooien in de 25 afleveringen. Maar er zullen ook pokjes zitten dat we 1 halen, maar er zullen ook pokjes zitten dat we 3 à 4 halen. Alleen het ligt natuurlijk een beetje aan hoeveel geluk je ook hebt. Want zoals net, iemand krijgt een hitmarker om me. En degene met de dead machine, die kill ik. Alleen die valt in Final Cent, waardoor die mij nog eens killt. Dus ja, dan word je gewoon genaaid, weet je. Als die vent in Final Cent was gevallen, had ik waarschijnlijk nog een K9-unit gehad. Maar zo gaat het in Call of Duty. Kan je niks aan veranderen. 2 doksekjes erbij. Tussenstand staat op 9 van de 50. Dus ik zeg, bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet de video natuurlijk niet te liken hier beneden. Bedankt voor alle support. En tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.